Identiteitsfraude. Dat is toch wel echt heel bar slecht als je dat overkomt. Dus iemand heeft je inloggegevens, dat soort dingen, gaat dingen bestellen, gaat hele snode dingen doen. Dat gebeurt nogal eens. En daarom heeft de overheid iets nieuws in het leven geroepen, het meldpunt identiteitsfraude. En ook als de dingen verkeerd zijn met je identiteit. En dan zijn we natuurlijk wel benieuwd wat voor verhalen we daar allemaal te horen krijgen. Dus we zijn ook hartstikke blij dat de ketenregisseur, zo heet zo iemand die daar zit, van het meldpunt identiteitsfraude er is. Dames en heren, hartelijk applaus voor Michel Savelkoel. Michel, welkom. Chris, hi. Welkom hier bij Tech. Ben je wel eens eerder in het Paard van Troje geweest trouwens? Ja, muziek natuurlijk. Ja? Ja. Wat voor muziek hou je? De laatste keer dat ik hier was, is volgens mij wel een tijd geleden, was voor de Fun Loving Criminals. En wat zijn ze goed. Ja, dat is goed. Ja. Die vinden wij ook goed. Hè? Ja, zeker. Hé, hey, meldpunt identiteitsfraude. Dat is bij Binnenlandse Zaken zit dat. Ja. We zitten daar met een aantal mensen. Stel, ik kom vanavond thuis en ik zie, fuck, weet je wel, er heeft toch iemand ingelogd en is van alles besteld. Wat doe ik dan? Ik bel jou of zo? Zeg, Michel, help. Of... Ja, we zijn wel de overheid. Je vult het formuliertje in. Oh. Online zeker? Ja, online. Je kunt inloggen met je DigiD. Je kunt ook nog een pdfje downloaden als je eigen DigiD niet meer vertrouwt. Okay. Maar dat kan. Maar hoe werkt zoiets? Je komt bij ons terecht, dan bellen we binnen een paar dagen terug. Meestal binnen 3 dagen. Meestal dezelfde dag. Oh, okay. En dan gaan we eens even met jou praten wat er aan de hand kan zijn. Want jij kunt wel vinden dat er met jouw inloggegevens van alles aan de hand is. Je kunt denken dat er bestellingen zijn geweest, maar we gaan ook met jou eens na wat er nou aan de hand is. Ja. Over wat jij zojuist zei, ook met bestellingen en dat iemand je inloggegevens gejat heeft. Dat doet me wel denken aan een verhaal wat wij best veel hebben. Dat zijn de vechtscheidingen. Niet de echtscheidingen, maar de vechtscheidingen. Mensen gaan uit elkaar. Mensen gaan uit elkaar en dat is geen gezellige toestand. En dan merk je wel dat dus mensen, zeker de dame die achterblijft, die zegt dan, help, mijn ex heeft mijn computer gehackt. Okay. Want heeft allemaal bestellingen op mijn naam gedaan en toeslagen bij de Belastingdienst aangevraagd en zo. En dan vaak het eerste vraag die wij die mevrouw stellen is, heb jij je wachtwoorden wel veranderd? En dan is het nou, even zeggen ze stil. Meestal even niks. Dan hebben ze wel de sleutel aangepast op hun huis, maar niet hun wachtwoorden. Vaak ontkennen, want dat weten partners vaak van elkaar. Die weten dat vaak van elkaar, ja, zonder meer. Okay. Ook als DigiD dus schrijft. Ga je scheiden, al je wachtwoorden vervangen. Alsjeblieft, ja. Ook als, het niet, als, je gaat scheiden, als je vermoedt dat je gaat scheiden, doe het dan al. Okay. Dat is beter. Sterker nog, als je je partner ineens zijn wachtwoorden ziet veranderen, dan weet je dat er een scheiding aan zit te komen. Ja. Dan gaat er iets niet goed. Ja, nee, oké, okay, we moeten even oppassen, ja. Wat voor gevallen kom je nog meer tegen? Vrij uiteenlopende gevallen. We hebben heel veel gevallen waarbij gewoon bestellingen, en dat gaat dus niet met inloggegevens, je kunt gewoon bestellingen op andermans naam plegen. Je hoeft maar bij Weekamp een andere naam in te vullen. De spullen bij jezelf te laten bezorgen. Je hoeft geen wachtwoordgegevens, niet nodig. Okay. Nee, je gaat gewoon iets invullen, een fantasienaam, of als je een hekel aan iemand hebt, doe je de naam van die persoon. En dat vul je in, dat laat je bij jezelf thuis bestellen en komen. En uiteindelijk zul jij natuurlijk die brieven krijgen, want dat is het afleveradres geweest. En als alleen die incassoketen daar bot vangt, dan zal een deurwaarder aan te pas komen. Die gaat kijken naar de naam die boven het contract staat, of boven de bestelling. Okay. En die gaat in de GBA kijken, want dat mag die. En die gaat dan die andere persoon vinden. En nou ja, als de B de Vries is, wordt het wat lastiger. Ik weet niet wat ze dan doen, een willekeurige B de Vries uitzoeken. Ik denk het niet, ik hoop het niet. Ja. Maar vaak weet je dan de persoon te vinden die boven op die overeenkomst staat. En nou ja, die zegt dan, ik weet van niks. En dan zegt die deurwaarder, ja, dat zeggen ze allemaal. Dat is hun vak. Ja. En nou ja, daar kom je wel uit. Maar het is wel een hoop gedoe. Maar is dat feitelijk strafbaar als je voordoet als iemand anders? Als ik bijvoorbeeld inderdaad hier zou zeggen van, ik ben Michel Savelkoel. En van het meldpunt, ik ga een heel verhaal houden. Of ik ga inderdaad iets bestellen op jouw naam. Wanneer overtreed je de wet bij dat soort dingen? Nou ja, identiteitsfraude staat niet in het wetboek van strafrecht. Dus het is niet strafbaar. Daar moet je rekening houden. Dus het is aan zich niet strafbaar. Wat je daarmee doet vervolgens, want het is wel meer een manier om een strafbaar feit te plegen. Je kunt natuurlijk, als jij bij Weekamp allemaal spullen gaat bestellen met de intentie om niks te betalen en je geeft een andere naam op. Ja, dan ben je wel Weekamp aan het oplichten. Dus dan heb je daar wel... Dan valt het onder oplichten. Ja, dus het is bijna altijd... het resultaat van identiteitsfraude, laat ik het even zo zeggen, is bijna altijd wel strafbaar. Ja. Ja.
Even terug naar de online wereld. Wat voor dingen kom je nog meer tegen? Kijk, op Twitter is het natuurlijk hartstikke leuk om even iemand anders voor te doen. Hè? We hebben Jesus Christ, Jack Sparrow, Adolf Hitler. Dat is eigenlijk ook identiteitsfraude, maar dat vinden we dan nog leuk. Als je Mark Rutte bent daarentegen, dan komt de Rijksvoorlichtingsdienst bij je bellen, toch? Je hebt natuurlijk Mark Rutte 2, hè? Die ken je ook wel misschien. Als je kijkt, die is best vermakelijk af en toe, hoor. Of God. De koningin, hè? De koningin. Maar dat mag dus wel? Wanneer het satire is en zo, dan is dat meestal wel toegestaan. Als je echt de bedoeling hebt om mensen pijn te doen, smaad, hè, dan krijg je dat strafbare feit. Dan is het wel te doen. Dus als ik op het internet me voordoe als jou en ik ga helemaal los, ga rare dingen schreeuwen, dan kun je smaad. Oké, goed. Hey, nog even terug naar die wachtwoorden. Vind ik wel even leuk om even met je door te nemen. Want ja, we hebben allemaal gezien die wachtwoordcampagne. Heel belangrijk. Ze zeggen, we doen een aantal suggesties. Wie heeft er als wachtwoord nog password? Goed zo. Als je nou je vinger had opgestoken, had je doodgeschoten. Want dan ben je toch wel zo dom. Niet alleen dat je dan ook nog zo'n dom wachtwoord hebt, maar dat je dat dan ook nog in het publiek gaat zeggen. Maar dat is dus nummer 1. Je verkeert een goed gezelschap in de Verenigde Staten, denk ik. Ja, paswoord. Ja. Maar dat is ook omdat die computers zijn ingesteld. Hè, zo van, hier moet u uw paswoord invullen. En dan zeggen mensen ja. Sterker nog, ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt. En dat is ook wel eens een leuke anekdote voor jullie. Dan hadden ze de office manager, die stuurde een mailtje. To all. Dames en heren, het blijkt volgens de systeembeheerder dat nog steeds de helft van de mensen inlogt met password. Willen jullie dat AUB veranderen? Nou, je voelt hem al aankomen. Je kon dus willekeurig iedere computer pakken en hebben dus 50% kans dat je er meteen in kan. Ja, dan kun je leuke dingen doen natuurlijk. Nou, de volgende is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, die hebben we ook allemaal niet natuurlijk. Het stapje moeilijk is 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. ABC, 1, 2, 3 en QWERTY natuurlijk, hè, omdat die toetsenbordcombinatie daar staat. Nou, wij doen dat hier natuurlijk niet, hè? Nee. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen bij die OK's en bedrijven een wachtwoord veranderd hebben in password 1. Oh ja, dat is nog makkelijk, want dan kun je het tenminste onthouden. Ja. Dat gebeurt ook. Wat je dus ook kunt doen, is dit. Dat is wel handig, een password meter. Want hoe veilig is jouw password nou, hè? Kijk, als je inderdaad 1, 2, 3, 5, 7, oh, dat is heel voor de hand liggend. Je moet er wat variëren en al dat soort dingen. Dit is dus een website en dan kun je testen hoe veilig je wachtwoord is. Dus dat vul je in en dan krijg je dus een soort score. Dat is handig, toch? Ik denk het wel. Ja, vooral je wachtwoord invullen. Ik kan ook wel een site, dat natuurlijk hebben ze wel je wachtwoord, tenminste als je dat gaat gebruiken. Razend interessant, denk ik dan, voor die mensen. Goed. Goed. Jij trapt hem nou met die IP-adres en zo. Ja, god, je raakt gewend in denken in termen van slechte dingen. Ja. Ja, je wordt een beetje paranoïe van. Maar dit moet u dus niet doen, hè, want dan weten ze uw wachtwoord. Kijk, dat doen we dus zo. Ja. Digibewust was ook partner van de eerste Tech Talk, die doen het dus zo. Dus die stellen een aantal vragen erover. Hè. Hoeveel tekens bestaat jouw wachtwoord? Welke soort? Hoe lang is het? Dat soort dingen. Wat voor regeltjes hebben we nog meer? Ja, je kunt van alles bedenken. Je moet vooral zinnetjes maken. Je kunt tekentjes gebruiken, leestekentjes tussendoor. Nou ja, vooral geen woord uit het woordenboek natuurlijk. Geen bekende dingen. Hebben jullie deze posters gezien? Dat hangt nou over aan de stad, ook op televisie zie je dat. Dus tijgertje, deze mevrouw logde waarschijnlijk altijd in met tijgertje. Dat moet dan tegen worden of zoiets. Want dat zijn dan allemaal moeilijke tekentjes die de computers niet zo gauw raden. Want dat is dus wat er gebeurt. Hè. Er staan computers, die staan continu te zoeken bij allerlei inlogschermen. En die gooien zoveel mogelijk wachtwoorden erin. Brute force noemen ze dat dan. En ja, na verloop van tijd is het raak. Als je een oude computer hebt, duurt het wat langer. Als je dan een botnet hebt van verschillende computers, gaat het wat sneller. Maar een supercomputer, binnen 8 minuten alles. Dus het moet steeds moeilijker. Maar wat ik dan wel weer jammer vind van zo'n campagne is, ik denk niet dat die mevrouw dit gaat onthouden. Tijgertje met al die rare tekens, toch? Ja, vaak genoeg gebruiken. Dus ik heb een aantal dingen bedacht om u een beetje te helpen. We kunnen natuurlijk zeuren hoe erg het wel niet allemaal is. Hier heb ik 2 wachtwoorden neergezet. Nou, die gaat u never nooit onthouden. Tenzij u aan het volgende zinnetje denkt. Mijn buurman heeft 3 huisdieren, 1 kat en 2 honden. Mnemonic phrase noemen ze dat. Dat is wel handig. Of deze, die gebruik ik altijd op deze computer. Brenno is nummer 1 journalist van het jaar en hij is ook wel eens een beetje stout. Dus dat soort dingen kun je ook doen, hè? En dat vind ik jammer dat ze dat niet doen. Maar geef jullie ook dat soort tips? Als je iemand geholpen hebt, dat je zegt van, hey, volgende keer... Doe nou eens een fatsoenlijk wachtwoord. Ik geef meestal wel een link naar een filmpje waar dat soort dingen uitgelegd worden. Hoef ik niet aan mijn telefoon allemaal te doen. Nee, ik heb er nog eentje. Ja. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Ja, ik heb gewoon mezelf wat bedacht. Hè. En als jullie denken van, je staat te lullen, moet je het gewoon zeggen. Wat hebben we hier? Wat hebben we hier?
Een boodschappenlijstje, zeker. Dat is helemaal niet interessant. Maar 3 kilogram peren voor Mark. Dat is dus mijn wachtwoord voor Facebook. Hè? Mark Zuckerberg, dat is het dingetje. Dus dan typ ik in 3 kilogram peren tussen haakjes voor Mark. Heel moeilijk wachtwoord, terwijl voor mij is het heel makkelijk te onthouden. En als ik het vergeet, haal ik gewoon even een briefje erbij. Ja, dus voor mijn Mac, voor deze, ja, dus 2 kilogram appels en dan ook nog met een 9 en Z. Een beetje moeilijker maken. Nou, waar zal de volgende, de boodschappen 5 zakken meel, waar zou die voor zijn, denkt u? Voor mijn e-mail, inderdaad. Ja, ja. En inderdaad, voor de bank is plus 1 nieuwe pas. Ja, zo kun je dat ook doen. Nou, doe dan een schepje bovenop. Ik heb hier een boek, dat heb ik altijd bij me, Operatie Blauw van Bart de Koning. Kan u zeker aanraden, daar gaan we straks nog over praten. En er zit ook zo'n briefje in. En wat zou hier nou toch staan, wat denk je? Ja, dat zijn telefoonnummers, denkt u. Lijkt telefoonnummer van Mark, Steve en Bas. Nee hoor, het gaat om dit nummertje eigenlijk. Want nummer 13 is, en dan gaan we dus naar pagina 13 van Operatie Blauw. Aanhalingstekens openen, man krijgt knietje. En ik zet er nog wat hashtags tussen om het nog ietsje moeilijker te maken. En dat is dus deze pagina in dat boek. Nou, dat zijn wat geintjes om dit te onthouden. Ik weet niet, heeft iemand anders nog trucs? Want ja, al die, ja, u heeft ook nog een leuke? Een rekensommetje. Oh, dat u dat zoals rekensommetje opschrijft. Is dat een goeie? Oké. Goed. En onder welke inlognaam logt u meestal in? Nee hoor. Goed, dus we hebben dus een aantal trucjes van dat soort dingen. Heb jij er nog een paar? Nee, als je dat al doet, dan steek je dermate ver uit boven de rest dat we daar al echt dik tevreden mee zijn. Hoor. Ja. Alleen slechte nieuws, die computers worden steeds sneller, dus op een gegeven moment moet er echt van wachtwoorden af. Dan gaan we dingen met pasjes en weet ik het wat allemaal. Een stuk ingewikkelder. Hebben jullie in ieder geval weer een hoop werk te doen? Wij hoeven ons niet te vervelen. Hartstikke, nee. Nou, hartstikke fijn dat jullie er zijn. Meldpunt Identiteitsfraude. Dames en heren, hartelijk applaus voor Michel Salvekoe. Goed.